Gelderland Plus. Dit is Noeska, ze is 16 jaar en ze zit in fase 1. Uitkomen met mijn zakgeld is niet mijn sterkste kant. Dit is Sanne, zij is 17 jaar en zij zit in fase 3. En ik heb een hekel aan strijken. Wil je de poep wegschrobben na het poepen? Ja. Dat belooft niet veel goeds. Zal ik de wc dan doen vannacht? Oh ja, dat mag ook wel een keer. Nou, we trekken alles erbij uit. Wat een serieuze klus. Je bent 16 en je ligt elke week op je knieën op de grond om de badkamer uit te schrommen. Ik denk dat heel veel jongeren je dat niet nadoen. Zeker niet. Nou, luister af. In 2005 verlieten ongeveer 245.000 kinderen hun ouderlijk huis. De meeste daarvan gaan zelfstandig wonen als ze begin 20 zijn. Het is maar een klein deel dat al voor de 18e verjaardag het huis uitgaat. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben, zijn er fasehuizen. Je leert daar in 3 fasen om op eigen benen te staan. Noeska en Sanne wonen in zo'n fasehuis in Nijmegen. Heb je een plan of doe je altijd maar wat? Ik doe altijd maar wat. Goed, dan doe je het de play. Maar de vloer moet je als laatste doen, denk ik. Ja, ik begin met het bad, denk ik. Dat doe je allemaal met datzelfde ding? Nee, dat doe ik daarmee. Oké, goed. Waar moet ik de wc mee doen? Ja, hij doet het. Zo, een doekje. Zo, hoe vaak moet dit? Elke week? Ja, 1 keer per week, in het weekend. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik woonde thuis en ik wilde al heel graag heel jong naar buiten toe. Omdat ik altijd met oudere mensen omging. Maar over welke leeftijd hebben we het dan? Ik was 13, geloof ik, toen ik al met heel veel oudere mensen omging. Want ik kwam op de middelbare school en ik ging al gelijk met de 4e klasses om. Ja. En die gingen allemaal uit en elke keer s'avonds wilde ik de deur uit. Mijn moeder zei van, nou jongens, vroeger nog op school, je bent 13 jaar, blijf maar lekker thuis. Ja. Dus op een gegeven moment... Toen nam ik zelf de benen, dan kwam ik veel te laat thuis en een beetje mijn eigen regels maken. Waarom was dat? Normale kinderen luisteren toch gewoon min of meer een beetje naar hun ouders? Ja, ze zijn bij mij er nog niet achter wat het precies was. Maar vanaf jongs af aan hebben ze bij mij al iets gevonden van ADHD. En er was altijd wel iets aan de hand. Ik heb speciaal onderwijs gezeten. Dat is op zich wel handig toch als je ADHD hebt terwijl je een badkamer schoonmaakt. Ja, nou eigenlijk niet, want je bent chaotisch, dus je weet niet waar je moet beginnen. Nou, dus eigenlijk waren jullie tot de conclusie gekomen dat je thuis een beetje min of meer ADHD niet te handhaven was? Ja. En je luisterde niet en zo? Nee. Dus. En toen je hier kwam dan, was het meteen dan dat het een stukje beter ging? Nee, ik ben hier naartoe gegaan en ik was 15 toen ik hier kwam, dus ik was al wat jonger, want je mag hier eigenlijk vanaf je 16 pas komen. Oh ja. En omdat ik dus 15 was, hebben ze voor mij een beetje de regels aangepast. Maar dat was nog meer als dat ik eigenlijk thuis al mocht. Ik mocht door de week 10 uur thuis komen, in het weekend 12 uur en 1 uur. Het was hier veel soepeler eigenlijk. Ja, en ik heb ook eigenlijk al die vrijheid gepakt in 1 keer. Dus ik was nooit meer hier. Dus ik was een beetje de draad kwijt, omdat ik gewoon zoveel vrijheid kreeg. Dat ik gewoon helemaal losgegaan ben in het begin. En me niet aan de regels houden. En waar bent u het slechtst uitgekomen? Hoe bedoel je? Nou, je zegt toch echt heel slecht met me? Ja, niks boeide me nog. School ook niet meer, want dan was ik s'avonds laat terug. En dan dacht ik de volgende ochtend, nou, ik ben moe, ga niet meer school toe. Had je in die tijd ooit kunnen dromen dat je zou geïnterviewd worden met een wc-borstel? Nee. Maar toen ben je weer opgevist door hier dus. Ja. Ze hebben je er wel bij gehouden. Nee, ze hebben me geconfronteerd met waar ik mee bezig was. Mm-hmm. En gezegd van, Gronuska, zoals je nu bezig bent, wil je zo wel verder? Want dit gaat niet werken hier. En vanaf toen ben ik eigenlijk wel gaan nadenken van, goh, zo kan ik niet langer doorgaan.
En toen ben ik wel aan de slag gegaan met school, met de regels hier en ja. En was het toevallig de juiste persoon op de juiste tijd in jouw leven? Of is er in jou iets veranderd? Er is in mij wel iets veranderd. Hoe kan dat? Ja, je gaat nadenken. Je wordt toch ouder. En als je geconfronteerd wordt met van, goh, je kan kiezen of weer terug naar huis. Of hier je best gaan doen. En als ik naar huis ga, ja, dan weet ik dat het weer misgaat. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil... Denk je? Mijn ouders die vinden het heel moeilijk om mij los te laten. Omdat ik dus ja, in het verleden weggelopen ben van huis. En dan ook gewoon niet zeggen waar ik was. En, ze vertrouwen jou eigenlijk nog niet? Nou, in die dingen? Ja, in die dingen nog niet. Dat duurt gewoon heel erg lang. Dus ja, het is voor hen wel moeilijk om dat vertrouwen te geven. En omdat ik nog best jong ben, want ik ben pas 16. En hij is weer helemaal schoon. Je zit nu pas in fase 1. Ja. Dat is de beginfase. Wat moet je nog leren voor je naar fase 2 mag? Ja, gewoon dat je zelfstandig wordt. En dat je aan de mensen hier laat zien wat je allemaal kan. Wat je allemaal in huis hebt. Dus ik zou zeggen, alleen nog het bad. En dan voel ik wel een tweede fase opkomen. Ja, dat denk ik ook wel. Dus, ga je gang. Helemaal schoon. Ja. Helemaal schoon. Nou, het ruikt wel lekker. Wil je mij het huis laten zien? Ja, is goed. Zal ik eerst mijn kamer even laten zien? Naar boven? Naar boven. Ja, ga je gang. Nou, dit is mijn kamer. Oh, mag ik even proberen? Ja. Oh, dat is vriendlief. Vage kennis. Spiegel, bank, kast. Ja, het is echt een flinke map groter dan mijn studentenkamer, hoor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vanaf gisteren, denk ik. Ja, maar er zitten ook mensen bij mij in mijn kamer, hè? Ja, ja. En die roken ook. Waarom geloof ik dat nou niet? Nee. Merry Christmas. Ja. en kerstcadeaus met wie hebben we de eer? Van mijn moeder hebben we een cadeau. Prachtig. Ik heb er een groot ook zien hangen. Ze mogen er wezen, zeg maar. In de bushalte. Ja, precies. Ja. Nou, de rest van het huis. Nou, gaan we mee? Ja. Keuken? De keuken. En een washok. Oh ja, wasmachine en droger. Ja. Compleet opgeruimd, zeg. Netjes, hè? Geen voedselrestje te vinden. Nee. Mag ik even een kastje check doen? Ja, nogal. Maar ze zitten allemaal op slot. De koelkast. Nou, dat is niet veel in. Nou ja. Tadaa. Nou ja, wat netjes. Netjes, hè? Dat maak je ook gewoon echt schoon af en toe. Ja, dat moet één keer per week, hè? Oh, die mag nog wel een keer, kijk. Ja. En met hoeveel mensen moet je koken hier? Nou ja, één keer per avond, hè, iemand. En hoeveel mensen maken gebruik van de keuken? Met z'n, even kijken, fase 1 is nu 5 man. De douche? Oh ja, natuurlijk wel heel belangrijk. Oh, dat is een hele diepe douche. Die kan ik met een rolstoel in, zo te zien. Ja, die kun je ook laten zien. Ja, Als je putje afdekt. Ja, en dan? Vol afgelopen. Zwembad. Dat doe jij wel vaak. Nou, hier is het kantoor. Oh, het kantoor. Hallo. Dag. Hier is het geld. Hier is het geld. Hier is het geld. Hier is de kluis ergens. Oh, okay. Ja, wat groot zeg. Ja. En wat mag je hier doen? Ja, je mag er zitten. Televisie kijken. Oh, is wel lekker. Een Champions League voetbal. Ja. En mag je dan ook gewoon iemand uit huis roepen? Nootjes! Zo, komt er dan wat? Nee. Komt er niks? Nee. Dat is wel jammer. Ja. Dat is wel lekker dit. Ja, begeleiding zit hij s'avonds al tv te kijken. Oh. En onze chips op te eten. Zie je? Ja, ik wist dat er een arm zat onder het gras. Dat ding is te positief. Ja. Wat moet je als jongere uitspoken om hier terecht te komen? Niets, je hoeft niks uit te spoken. Maar er komen hele diverse jongeren hier eigenlijk. Soms is er in de thuissituatie iets waardoor je niet thuis kan blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je ouders zijn gescheiden en dat je daar klem zit tussenin. Of dat je het niet kan vinden met de nieuwe partner van je moeder of van je vader. Of dat is ook zoiets, wat dan ook. Soms is er zelf, met jezelf iets aan de hand. Heb je bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS. Nou, dat kan ook heel ingewikkeld zijn in een thuissituatie. Ja. Maar soms zijn er ook jongeren die uit de gesloten instelling hier komen, die dan toch eraan toe zijn om de stap naar zelfstandigheid te maken, zeg maar. Maar die hebben vaak al een heel proces doormaken voordat ze überhaupt hier komen. Wat is nou het meest extreme probleem dat jullie hebben gehad? Je zegt van, nou, poeh.
Nou, wat het moeilijkste is eigenlijk, vind ik meestal, om hier voor elkaar te krijgen, is dat jongeren leren dat ze niet voor mijn plezier hier zitten, maar voor hun eigen plezier. Dat alles wat ze hier doen, moeten ze niet voor mij doen, maar moeten ze voor zichzelf doen. En soms komen jongeren hier en veel vaker zijn dat jongeren die al lang in de hulpverlening, zeg maar, hebben verbleven. En die zijn gewend dat alles voor ze geregeld wordt en dergelijke. En dan moeten ze het in één keer zelf doen. Dan kom je met 16 hier binnen, fase 1. Mm-hmm. Je kunt 3 fases doorlopen. Ja. Kan je een beetje aangeven wat het verschil is tussen die fases? Wat moet je kunnen om van A naar B naar C te komen? Dat zijn praktische gebieden, bijvoorbeeld koken, eten, wassen, dat soort dingen. Maar ook van hoe verzorg je jezelf. Je komt niet met zo'n dingetje om bij iedereen onder de nagels te checken. Nee, ja, toch nog 2 centimeter vuil. Nee, dat doe je niet. Maar je let wel een beetje op of iemand bijvoorbeeld naar de tandarts gaat. Zijn tanden poetst. De kamer zelf netjes schoonhoudt. Wat hoort er nog meer bij? In fase 2 krijg je je eigen voedingsbudget wekelijks. Moet je zelf alleen met geld omgaan. Met geld leren omgaan. Moet je ook voor jezelf gaan koken. Voor jou alleen. Moet je ook op je eigen kamer gaan eten. In fase 1 heb je dat je ook met jezelf leert te zijn, zeg maar. Ja, dat dus je zegt veel gezelliger met elkaar te eten, maar er zit een gedachte achter. Ja, ja. En fase 3, wat moet je dan kennen? Fase 3 is in een ander huis hier in de straat, dat is verderop. En dan ben je eigenlijk zonder begeleiding, zeg maar. Hier in dit huis zijn wij er altijd. Dus er komt een moment... En er komt een moment... Dat jij ze moet uitzwaaien naar... En is dat dan emotioneel? Toch een soort moeder wat het kind de deur uit doet. Dat is en dan... vooral ook heel leuk vaak voor de jongeren. Zo van, kijk, ze zitten natuurlijk heel dichtbij. Dus ze kunnen elk moment kunnen ze hier binnenkomen lopen. En dat doen ze ook nog. Dat doen ze ook wel, ja. Is het daar weer klaar met een jaar of 18? Ja. En dan? Nou, dan ben je zelfstandig. Dan ga je op kamers. Soms zijn er wel jongeren die nog wat begeleiding nodig hebben. En dat kan dan ook. Binnen de organisatie hebben we ook nog begeleid wonen. Begeleid wonen komt daar weer na? Ja. Hallo Marian. Hallo dan. Ik heb een lijstje gemaakt. Ja. En wat wordt het vanavond? Wat ga je koken? Noedels en kip en kruiden en sla met feta kaas. Heb je enig idee wat het gaat kosten? Dit kost 20 euro ongeveer. Ja. En kaas, frietsaus, bakboter, witbrood, muisjes, dat zal 10 euro kosten bij elkaar. Mm-hmm. En heb jij gekeken of er nog koffiemelk is? Ja, er is melk genoeg, koffiemelk genoeg, suiker genoeg. Vleeswaren? Vleeswaren ook. Afwasmiddel? Ja, ook, volle fles nog. Ja? Ja. Heb je in het lijstje een beetje doorgekeken? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. 20 en 10, 30 euro. Maar 35 euro voor 35 euro voor de zekerheid. Dat is goed. Wat let je nou op als je wat pakt? Op de prijs meestal, het merk zelf. Je moet wel uit kunnen komen met het bedrag wat je meekrijgt. Is dat moeilijk? Ja, sommige producten die zijn gewoon hartstikke duur, dus ja, dan ben je gewoon wel veel meer kwijt. Maar ja. En komt het dan wel eens voor dat je te weinig geld hebt? Ja, dat heb ik wel een paar keer gehad, ja. Toen had ik bijvoorbeeld 40 euro boodschappen gedaan en had ik maar 35 euro. En dan moet je de dingen die niet belangrijk zijn terugleggen. €38,35. Oh nee, ik heb te weinig. Nee, ik heb al genoeg. Ik red het wel. Kijken. Alsjeblieft. En vind je het ook moeilijk om voor zoveel man te koken? In het begin was het wel moeilijk. Dus je weet niet goed of je genoeg hebt. En thuis had ik ook nog nooit voor veel mensen gekookt. Dus ja, dat was wel eventjes gokken allemaal. Dick, Sander, we gaan eten. Ja. Zara, we gaan eten.
Take a seat, baby. Nou, iets maken. Ja, smaak. Ja. Hoe is het gegaan de afgelopen tijd? Kom je een beetje uit? Naar de zakgeld red ik het helemaal niet. Nee, hè? Nee, het is nou dat ik nou gelukkig bij de dingen werk, bij de supermarkt. Anders red ik het echt niet met beltegoed en zo allemaal. Ik zal het even laten zien. Kijken. Kijk. En met je voeding kom je al uit? Ja, dat is het. Even bij komen zitten. Maar heel privé natuurlijk. Hoi. Hallo. Wat kijken we? We zijn aan het kijken of Sanne uitkomt met haar budget. En nou, dat lukt er vrij aardig. Af en toe zie ik wel even een uitschietertje. Maar met name met zakgeld, ja, daar komt ze heel slecht uit. Dat is natuurlijk ook niet echt. Hoeveel is dat? 37 euro in de maand. Oh ja, moet je niet hele gekke dingen doen natuurlijk. Nee. Nou, beltegoed, dat is al, daar red ik het alleen al niet mee. Ja. Dus, bel je zoveel? Ja, het is mijn enige communicatiemiddel naar huis en naar werk en naar alles. Dus. Raam open door een hard roepen. Ik denk niet dat ik het red. Nee, dat is 37 euro, dan moet je goed plussen en minnen. Ja. Nou ja, het is ook eigenlijk de bedoeling dat ze een bijbaantje gaan zoeken. Hè. Dat ze ook een beetje zelf leert van de uitgaven die ik doe. Dan moet ik dus ook voor inkomsten zorgen. Ja. Dus, maar ja, goed, hij is inmiddels een bijbaantje bij de supermarkt. Volgens mij. Hè? Ja. Maar we hebben dus iemand zien winkelen net. En die wist van alles aan dure dingen in de karretje te gooien. Ja, dat is altijd wel een beetje een risico. De eerste fase. Eerste fase, jongeren. Inderdaad, dat ze royaal boodschappen gaan doen. Maar daar zit natuurlijk wel een allertje onder het gras. Want ook fase 1 jongeren hebben een beperkt budget. En dan kijken we aan het einde van de week wat ze hebben uitgegeven. En als dat te veel is geweest, ja, dan hebben ze in het weekend heel weinig nog te besteden. Dus dan kunnen ze in het weekend geen extraatje kopen, of geen chips, of geen frisdrank. Dus dat voelen ze heel goed meteen. Of ze moeten kale macaroni koken, ik zeg maar wat. Dat vinden ze natuurlijk ook niet altijd leuk. Oh, bankafschriften zie ik ook. Dat is wel heel privé. Ja, zag maar niet op kijken. Ja, maar daar kijken wij dus ook naar. Wil jij mij even weten? Is het goed? Ja. Ja, dat is goed. Ja, ik kon het niet zien, dat vind ik allemaal veel te privé. Dat is een foute boel op een moderne openheid. Dat hoort erbij. Sanne, jij woont verderop in de straat. Ja. In het fase 3 huis. Ja, klopt. Mag ik dat zien? Ja. Kom maar. Ga je mee? Als je jong bent en je hebt, ja, als je in de puberteit zit, je wil gewoon graag thuis wonen. Af en toe heb je wel last van je ouders en ruzie hoort erbij. Maar het zal bij mij niet voor niks zijn dat ik hier nu zit. Met mountainbiken was ik op een hobbelig pad, dus sloeg mijn stuur weg. En ja, toen viel ik. En de eerste keer viel ik nog niet zo hard en toen rolde ik weer door. En toen viel ik best wel hard. En toen bleek mijn bovenarm gebroken te zijn. Vooral toen een natuurreis was, toen wou ik echt schaatsen gewoon. Ja, heel kloten gewoon. Ik wou er gewoon op en het mocht niet. En ik ben ook niet meewezen kijken in eerste instantie. Maar toen had ik echt zoiets, ik wil er ook op. Maar het was misschien wel slimmer, want als ik echt weer was gevallen of zo, dan moest ik misschien wel geopereerd worden of zo. En ja, nou mag het weer. Het lijkt saai. Het is wel de hele tijd linksom. Maar het is helemaal niet saai. Het is juist kei leuk. En het is best wel moeilijk. Ja, het is best wel moeilijk om en recht op je schaatsen te staan. En goed bijplaatsen. En om alles te doen is kei moeilijk. Ja,
ik denk wel dat je ook eerder gaat schaatsen. Gewoon, misschien zit het wel in je bloed of zo. Ik weet niet, maar het is wel zo. Ze hebben me ook altijd heel erg gestimuleerd om te gaan schaatsen. En moeder vond het ook niks toen ik ging kunstschaatsen of zo. Die wou echt dat ik noren ging. Dus ik vond het ook wel heel leuk toen ik voor hardrijden had gekozen. Maar ze laten me er wel vrij in. Ze vinden het niet erg als ik ermee stop of zo. Maar ze motiveren me wel om door te gaan. Nou, ik ga verder. Dit is mijn kamer. Dankjewel. Jeetje, wat een balzaal. Een balzaal is overdreven, maar... Mooi zeg. Op zich wel een hele grote kamer, ja. Een bed en een bank en een bureau. Ja. Alles wat je nodig hebt. Daarom. Wat gaan we doen? We gaan even strijken. We gaan strijken. Ja. Nou, strijkplank, strijkijzer, wasgoed. Nou, dat komt helemaal goed. Sproeier. Kijk. Nou, zullen we die doen? Ja. Ja, die maar. Zo. Hier is mijn strijkbout. Strijkbout, nou, kan ook nog wel. Zo. Waar gaan we staan? Ja. Daar. Kom, dan zal ik hem even. Oh ja, doe jij maar even. Oh, je hebt echt gespaard tot ik kwam, zeg maar. Jezus, het is echt loodzwaar. Poeh, het is van 3 weken, begrijp ik? Nee. 2 sokken, dat is heel makkelijk, hè? Flup. En een bolletje. Gewoon pakken en doorgeven. Zo. Ja. Eerst de handdoek. Dat kan allemaal vervouwen worden. Heb jij een speciale manier? Ik heb altijd thuis met de kop als ik niet gewoon... Gewoon één keer door midden. Zo, dat is heel moeilijk. Zo. 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 En dan nog een keer. En, zo, kijk, en dan heb je zo'n mooi randje in de kast zien. Zo. Oh, doe je dat ook zo? Nee, dat is anders. Moeten we helaas afkeuren. Nou ja. Het komt op mezelf ten eerste zijn. Ja, gekomen. Klaar. Oké. Zo. Volgende. Volgende. Je bent nu 17 en Sanne. Ja. En is dan overdag wasgoed vouwen, dat is echt iets waarvan jij zegt, ja, dat vind ik nou echt superleuk. Nee, dat is een van de mindere dingen. Maar ja, het hoort er eenmaal bij en je moet het gewoon doen. Zo te strijken, zo. Dus, ja, je moet het doen, want het zit in je takenpakket. Ja, het hoort er gewoon eenmaal bij. Ik bedoel, ik ga niet met een ongebreken broek over straat lopen. Hoe ben je hier zo teruggekomen? Thuis ging het, mijn ouders gingen uit elkaar. Ja. En ik zat daar tussenin en ik kon daar gewoon niet mee omgaan. En ik woonde ene moment bij papa en dan weer bij mama. Oh ja. En ja, dat ging gewoon niet. Op welk punt zei nou, zou iedereen van, nou, dat gaat niet goed met Sanne, ze moet maar gewoon de deur uit? Nou, het is niet zo dat, ja, het is eigenlijk een keuze die ik zelf heb gemaakt. Mm-hmm. En ja, ik zit hier dus vrijwillig. Ja. Omdat het gewoon, mijn school, ik kon niet fatsoenlijk op school concentreren en zo. En dat gaat gewoon te ver. Ja, dus je had concentratieproblemen? Ja. Ook nog andere dingen? Maar anders voordeed dan ik was. Als ik de deur uitging, was ik altijd vrolijk, niks aan de hand met mij. En mm-hmm. Ja, niemand zag het dus eigenlijk ook. Omdat ik deed altijd of altijd alles goed was. Blootjes netjes uitstrijken, zo, deze kant ook. Nee, maar ja, de echte ik was gewoon heel anders, verdrietig en niet mezelf dus. En, ja. Als je nou kijkt naar mensen buitenaf, hoe kijken die naar zo'n huis? Wat is de image van jullie? Nou, zoals ik het ervaar, is dat als je zegt dat je op kamertraining zit, ja. Is dat ja, eigenlijk probleemkinderen, probleemjongeren. Omdat ze weten eigenlijk niet wat het is. Dus voor als je hier zit, dan ben je een probleemkind, ja, klaar. Volgens de meesten wel, ja. En wat voor soort probleemkinderen denken ze dan dat je bent? Ja, dat weet ik niet precies. Wat, ik weet niet of er soort probleemkinderen zijn, maar... Dan denken ze dan dat je aan de drugs bent, of... Nou, in ieder geval, ja, dat ik gewoon... Dat het thuis onhandelbaar was of zo. Maar ook met sollicitatiezorg van andere jongeren dat ze gewoon niet aangenomen worden omdat ze op kamertraining zitten. Ja, maar maak je je daar boos over? Stel dat jou dat ooit overkomt. Wat, ja, daar maak ik me heel boos over. Daar zou ik me heel boos over maken. Ja, ja. Wat zou je dan zeggen? Gewoon duidelijk maken dat er niet probleemjongeren zitten. Dat ze niet gelijk daar aan vast moeten zitten. Mm-hmm. Dus, Is dat jouw oplossing voor alle problemen? Gewoon de overheid strijken? Netjes. Jij bent nog niet klaar. Knoopje open. Zo. Oh, het was heel... Een hele kleine knoopjes. Nu kan je me uitstrijken zo. Dus, ik heb bij de huisarts gewoon moeten gaan weer. Heb je veel vriendinnen op het moment? Veel vriendinnen heb ik wel. Maar goede vriendinnen, ja, die heb je niet, ja, die heb ik ook wel. Maar die heb ik niet zoveel. Nee, maar daar heb je ook maar een paar van nodig, ja. Toch? Wonen die ook begeleid of wonen die thuis? Nee, die wonen gewoon nog thuis bij hun ouders. En daar kom ik ook gewoon nog. En hun komen ook gewoon nog hier. Dus slapen of gezellig bij mij komen eten of na het ene wat. Het is één groot feest hier. Ja, nou, gewoon. Zoals het er voorheen was. Alleen dan woon ik niet meer thuis.
Wat denk je dat de grootste verschillen zijn tussen jou en mijn situatie? Nou, ik denk als dat jij thuis komt, dat je ouders of dat jouw zus, gewoon dat iemand thuis is. En als dat ik thuis kom, dat er eigenlijk niemand op mij zit te wachten en dat ik thuis kom. En dat ik eigenlijk tegen niemand iets kan, zeg maar, vertellen hoe het die dag verlopen is. En wat denk je dat het grootste verschil is tussen jou en mijn thuissituatie? Nou, als je bijvoorbeeld een keertje laat thuis wil komen, dan hoef je geen verantwoording af te leggen van waarom je laat thuis bent. Bij mij, ja, als ik toch laat thuis ben gekomen, dat eigenlijk de bedoeling was, dan moet ik toch wel vertellen van waarom ik te laat thuis ben gekomen. En dan is het niet gewoon goed. Dan moet ik wel even wat vertellen van waarom. Wat vind jij de voordelen hier dan van? Dat ik nu gewoon mijn eigen beslissingen kan maken. Iedereen kan uitnodigen wie ik wil. En dat ik eigenlijk zelf doe en waar ik zin in heb. Nou, wat zijn jouw voordelen dan dat jij thuis woont? Nou, ik vind een groot voordeel als ik zeg maar 's middags uit school kom en een uurtje later, dan wordt gewoon het eten wordt gewoon gekookt. En dan kan ik rustig aan mijn huiswerk gaan zitten. Of iets anders. En dan hoef ik me niet druk te maken over dat ik zo meteen nog moet eten. Dat ik de kamer daarna nog moet poetsen. Daar hoef ik me nog geen drukte over te maken. Dat wordt allemaal gedaan. Zou jij met mij willen ruilen? Nee. Financieel zou ik het nooit kunnen redden. Omdat ik geen tijd heb voor een vaste baan. Ik zit veel met sporten en met school. Ja, ik denk ook wat jij ook noemt. De gezelligheid die je mist. En toch dat als je thuis komt, dat je dan helemaal alleen bent. En ik ben toch wel iemand als ik thuis kom, dat ik mijn verhaal even kwijt moet aan iemand. En dat gaat dan niet. Zou je met mij willen ruilen? Nee. Hey, ik heb nou zoveel vrijheid en ik ben hier nou zo aan gewend. Er zitten natuurlijk nadelen aan. Maar nee, ik zou nou niet weer terug willen. Want dan zit ik weer vast aan regels en nee, dat zou ik niet willen. Ja. Zo, een tafel voor lekkere dingen. Twee pakken om uit te kiezen. Ik dacht, ik ga jullie eens verwennen, want jullie staan overal altijd alleen voor. Eigenlijk zijn jullie heel zielig. Nee hoor. Nee, dat lijkt me toch leuk. Nee, dat vind ik niet. Van gezellig even jullie verwinnen. Wat wordt het? Orange carrot lemon of dit? Ik wil graag die. Ik wel. Die rode? Oh, oké. Okay. Eén pak. Zo. Oh. Is het nou vaak zo hier dat de hele kamer vol gezellige visite zit? Ja, jawel. Beetje de zoete inval hier. Ja, ik ben niet vaak alleen. Gewoon gezellig met vrienden. Dank je. Nou, wat hoort er nog meer bij jullie voor een avondje echt verwend zijn? Ik dacht toch wel gezellige, lekkere dingen aan de voeten. Ik weet niet wat voor maat het is, maar volgens mij past het altijd. Zo. Dus één groot genoeg. Ja. En we hebben dus één fase 1 op de bank en één fase 3. Ja. En we dachten, wat hoort daar ook bij? Zo'n hele lekkere fase 6, Sex in the City. Oh, dat is heel leuk. Kan je vast een beetje bestuderen samen en een beetje oefenen. En dan, je weet, wordt het later wat. Wat is nou... Nou ziet het er heel lekker relaxed uit. Ja. Ondertussen vast aan de chips gaan, zo. Kijk, chipje. Dankjewel. Chipje erbij. Ja, lekker. Zo. Kan je in die periode dat je hier zit terug gaan kijken van hoe ging dat toen je hier kwam? Dan ben je voor het eerst in je eentje op kamers. Dan moet je je af en toe toch knap eenzaam voelen, denk ik. Sanne? Ja, wel gewoon heel erg alleen gevoeld en echt eenzaam. En gewoon, ja, eigenlijk gaan slapen omdat je gewoon wil dat het over is. En dat je de volgende dag gewoon wakker wordt en dat het anders is. Ja, dan kon ik nooit slapen op zo'n moment, hoor. Nee, je moet toch iets. Dus gewoon lezen, even proberen vermoeide ogen te krijgen en dan te slapen. Ja, op dat moment kan je ook niet veel anders. Nee, heb je niet eens heel stiekem dat je toch ook heel jaloers bent op kinderen die lekker thuis wonen? Of als ik, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Even kijken.
als ik geweten had dat ik hier zou eindigen, of dat ik, ja, dat ik hier naartoe zou moeten gaan, dan had ik wel het misschien anders gedaan of zo. Als je jong bent en je hebt, ja, als je in de puberteit zit, je wil gewoon graag thuis wonen. Af en toe heb je wel last van je ouders en ruzie hoort erbij. Maar het zal bij mij niet voor niks zijn dat ik hier nu zit. Wat missen jullie van thuis? Soms de gezelligheid van een gezin. Ja. Gewoon de gezelligheid, broertjes, zusjes, ouders. Ik bedoel, dat, ja, dat heb je hier niet. Dus. Dat lijkt me heel erg. Ja, en nee, ja, je leert ermee omgaan. Ik bedoel, dat, dat miste ik dus zeg maar in het begin ook. Ja. Maar nu is dat gewoon, daar ben je aan gewend. En ja, je belt ze, je komt gewoon langs, komen bij jou langs. Dus. Hoe gaat het nu? Waar ben je ongeveer voor je gevoel? En wat gaat er hierna gebeuren? Nu, zoals het nu gaat, gaat het echt goed met mij. En ik red het daar ook makkelijk. Maar het is nu nog gewoon op kamers zoeken. En hoe ik het daar financieel allemaal moet regelen. En dat soort dingen allemaal. Dus, Gaat het lukken? Ja. Jij hebt volgende week de fase 2. Ja. Dan hou ik nog een fase 3. Ja. Dus dat gaat eigenlijk gewoon allemaal zoals het hoort. Ja, zeker. Zit er klaar? Ja. Ja? Een beetje opschuiven zo. Lekker. Kussentje ertussen. Wat wil jij erbij? Plakjes worst? Ja. Worst, hou jij de worst zo? Ik hou het. Wil jij de kaas? Ja, als het eenmaal begonnen is, gaan we niet meer bewegen. Neem ik gewoon weer de nootjes. Dat is goed. Zo. Nou, onderling nog een keer ruilen. Heb je hem? Ja, onder straks half negen ruilen. Is goed. Volgende week gaan we praten over opgroeien met diabetes. Dat is ook een groot probleem. Ja. Mag je misschien ook geen nootjes starten, want... Wel op tijd gaat zeggen als je gaat janken, hè? En dan ga ik zo mee janken. Ja. Hoe is het om in de puberteit diabetes te krijgen? Ja, nou, meestal als ik zo'n kurk zie trekken, moet ik meteen af. Oh, is dat... Een fles kapot. Oh, is het... maar is dat zo? Het klinkt heel aannemelijk wat anders, zeg. Ja, dat klopt ook wel. En, maar ik probeer, ik, ja... Het maakt mij niet zoveel uit dat ik suikerziekte erbij heb, zeg maar. Ik doe gewoon wat ik wil doen. Erbij heb, klinkt ook zo van, ja, het is één pretpakket. Ja. Suiker erbij. Kom erop. Gezellig. Ja, is dat niet een beetje stoere klets? Nee.